Traditiegetrouw is vandaag de Pacara-estafette gehouden in de binnenstad. Het was een ware feestvreugde in de Domineestraat en omliggende straten. Die waren vanaf 6:00 AM afgesloten. Precies om 11:45 is de eerste Pacara aangestoken, gevolgd door een reeks. Wat dit jaar anders was, was vicepresident Ashwin Adin, die kort voordat de estafette begon, een woord van troost richtte richting de nabestaanden van de slachtoffers van het bootongeluk op de Koppenamerivier. Het is een heel moeilijk jaar geweest, zwaar jaar voor ons allemaal, dan nog een succesvol jaar. Waarom ik hier ben, is om te vragen. Alhoewel het moeilijk is, is het meest tragische wat je kunt hebben, is dat er een voorval plaatsvindt, net als de laatste plaats die gevonden Cornelis Kondre. We hebben afgestemd met die mannen daar, dat we collectief 1 minuut stilte en afnemen. Mensen die ons zijn. Gelukkig. Dat nu doen. 1 minuut stilte nemen op de plaats. Voor de mensen. Voor de mensen. En anderen die ons zijn voor. En anderen die ons zijn voor. President Adin, die 1 minuut stilte in acht heeft genomen ter herdenking van de slachtoffers van het tragisch bootongeval op de Koppenamerivier. Daarna begon de echte estafette. ATV was vanmorgen live. Wij brengen nu voor een fragment. Sportman, jij bent basketbalman. Yellow Birds, dat zijn we beide. Dat mag voor een keertje natuurlijk. Hoe is het jaar geweest voor Yellow Birds? Het was een heel goed jaar. We hebben verschillende kampioenschappen behaald. En ja, we konden niet dan beter vragen. Dus dit jaar is een goede sportafsluiting voor het team? Ja, helemaal. Hoofdklasse kampioen, heren, dames, jongens, jeugd. Heren, eerste klasse. We waren gewoon onverslaanbaar. Ja, hij mag een beetje opscheppen, dat mag zeker wel. En waar kijk je naar uit in 2019? Nou, sowieso dat het goed gaat, beter gaat met het land. En ja, ook op de werkplekken, want niet alle werkplekken loopt het even smooth. Op de werkplekken hoop ik dat het een goed jaar wordt voor de arbeiders. En dat de eigenaren, de directeuren echt ook sociaal voelend zijn en ook denken aan de kleinere mensen. Heel mooie boodschap, zwaarwichtig als je het goed begrijpt. Terry, happy new year. Abo, Marjano, thank you, salafde. Sam, deze jongens weten wat genieten is hier. Hey. Je geniet. Jawel. Hey, wacht even. Hoe was het jaar 2018 voor je? Heel leuk. Helemaal. Hoe gaat het? Goed, en met u? Hoe was het jaar 2018 voor jou? Redelijk. Ja? Jawel. Niet zo... Ja, maar we gaan van het beste, 2019. Okay, wat is je wens dan voor 2019? Veel succes en meer liefde. Oké, gaan jullie gaan. Oké. Hop. Hallo! U merkt het, hè? Gezelligheid hier. En echt, de mensen genieten ervan. Kijk eens aan. Hey. We gaan door midden in de drukte. Let's go. Ja man. Een drukte van je welste hier. Gezellig. U kijkt alsof u denkt, Mikado, wat is het druk? You don't speak Nederlands. What do you speak? French. French? Yeah. You're from where? Frangiana. Your first time here in Suriname? What? Your first time here in Suriname? No, my family is from Suriname. My family is from Suriname. So you should speak Hollands. Yes, I know, but I forget.
Okay. Are you enjoying yourself? Yes. Yes. How was 2018 for you? Good year. Good year? Yeah, positive year. So what do you expect from 2019? To continue growing and improve myself. Yeah. Okay, and now, Elfie, yeah. I'm going to count and then you say Happy New Year. One, two, three. Happy New Year! Yes, okay. Tot zover een verslag vanuit de binnenstad waar traditiegetrouw de Pagara-estafette is gehouden. Wij spreken de hoop uit dat er niet veel ongevallen zich hebben voorgedaan en dat er ieder op een verantwoorde en feestelijke manier dit jaar afsluit. Voor deze laatste nieuwsuitzending in 2018 wens ik u namens het voltallig personeel en de leiding van ATV een zalig uiteinde, veel voorspoed en geluk in 2019. Wij vragen u ook om ons kritisch te blijven volgen in het nieuwe jaar.